Hallo kijkers van Dus David Games. Laten we verder gaan met Most Wanted. Ik ga heel deze commentary doen met een zonnebril op, gewoon omdat het kan. Nee, gaantje, tuurlijk niet, joh. Kut. Je draagt nou een zonnebril binnen. Juist, laten we verder gaan. Die zonnebril ik per ongeluk nog op toen ik mijn auto uitliep naar boven toe. Doel! Ik kan helemaal niet door dat ik hem op had. Mooi. Het is wel warm de laatste dagen, mensen. Dit is, wow. Oh, ik zie nu hoe fel ik aan het opnemen ben. Twee schermen, dus dan zie je dat links staat een beetje fel. Ik heb ook helemaal geen pet op en zo, dat wil ik ook niet. Nieuw petje gehaald, jongen. Wat is er? Oh, tegen die Volkswagen. Oké, zijn grill was verdwenen. Juist, ik heb het geluid gefixt. Dit is de derde keer dat ik opneem. De eerste keer had ik twee rondes gereden, of in ieder geval twee keer geprobeerd en... Nou, dan werd ik op het laatste moment ingehaald. En toen ging ik voor de... Oké, ik moet nergens tegen aanbeuken, want dan had hij me gelijk vol gas in. Juist. Maar toen ging ik, had ik zoiets van, nou, dit ga ik niet gebruiken, weet je. En dan zit ik te racen en dan zit ik weer opnieuw. Dus ik dacht, ik begin gewoon heel dat ding, commentary opnieuw. Maar die warmte, mijn CPU, mijn coolers doen het niet zo lekker mee. Ik heb mijn PC zelf gebouwd. En ja, ik weet niet waar dat ding was. Ja, de hitte, dat wel. Dat ding wordt af en toe te warm. En dan, ik heb een AMD en dan komen die temperaturen komen heel nauw. Dus dan is het in één keer poef. En dan valt gewoon de stroom eraf. Het is een beveiliging die dan inslaat. Zo van, je mag niet warmer worden. Dus dan zetten we je computer maar uit. En dan ben ik hem heel erg dankbaar voor. Maar als je dan midden in een commentary doet, dan nee, liever niet. Maar oké. Dus ik heb nu mijn fan aan. Ik hoop dat jullie daar niet te veel last van hebben. Gewoon een koeling. Dat had ik geluk. Gewoon zo'n cool fan aanstaan. Weet je wel, niet een computerfan. Nee, inderdaad. Maar ik hoop niet dat jullie die horen blazen. Ik hoor hem zelf nauwelijks. Dus ik hoop dat jullie hem ook nauwelijks horen. Juist, ik moet gewoon af en toe wat gas minder in bochten. Dat is gewoon in plaats van die slow-mo. Toch wat flauwere bochtjes moet kunnen. Die haakse bochten, die 90 graden bochten snel op doen. Kijk, maar die Volkswagen, die heeft om de een of andere reden, heeft in één keer een Porsche motor onder de motorkap, waardoor die in één keer twee keer zo snel is. Dat wordt gewoon even snel voor hem gedaan. En dadelijk in één keer is het, dan is hij echt sneller dan ons. Terwijl we nu een hele ronde al voor op hem rijden. Bijna anderhalve ronde. Maar ja. Ja, gaat het goed? Ik zit weer met... Ja, dan zit ik ingespannen te racen en te commenten en dan ga die controle... Ik weet niet waarom ik zo dan ineen gedoken ga zitten, weet ik het niet. Oh, je ziet die bandensporen nog van de vorige ronde, oké. Dit moet voorlopig nog goed, maar zie je, hij begint alweer in te lopen en dan begint ik dingetjes te beuken en dan loopt hij alweer in. Ik probeer ook een beetje die minimap in de gaten te houden en ik probeer gewoon alles in de gaten te houden. En je moet op zoveel dingen letten, plus je bent nog eens aan het praten. Nou ja, weet je, jullie kunnen allemaal zeggen van, dit is een makkelijk spel, jongen. Probeer het eens, weet je. Tegelijkertijd te praten gewoon hardop. Je weet dat je gefilmd wordt. In ieder geval, ook al probeer je net te doen alsof het niet zo is. Maar dit is het moeilijkste knal dat ik ook altijd tegenaan. Hier, dat bedoel ik. En in één keer is hij sneller. Nou, dan schrik je hierop, beuk je ergens tegenaan. Dan komt hij even, ah, fuck off, man. Echt waar. Kijk, ik weet, goed zo, rem maar lekker af voor die bus. Zou ik ook een busje, zou ik ook doen. Kom op, hier, waar sla? Ik laat mijn gas toch los! Ik stuur in en ik laat mijn gas los. Hoe moeilijk kan het zijn? Waarom die dan toch door bleef rijden? Hier. Ik laat mijn... Oké, daar nou had ik mijn gas niet los moeten laten. Maar af en toe, jongen, dit spel reageert echt zo traag. Ik race altijd op dit spel, dat weet ik zeker. Omdat die laatste bocht, jongen, zoals nu. En dan in één keer, vroom, doei. Dan zei je, ja, ik ga gewoon... voor hem rijden hoor, ik laat jou er echt niet langs. Zo, dat is één van de twee. Die hebben we in de pocket. Circuit Highlands, juist. Nou, hopelijk gaat dit ook wat beter. En hopelijk valt mijn computer niet uit. So far, so good. Oh, doe ik het weer niet. Iemand zei je moet je met je kilometer tellen in het blauw zitten en dan start je wat sneller. Sorry man, ik zal proberen de volgende keer wel rekening mee te houden. Nou ja, volgende keer gewoon volgen als nostrop. Maar
is nou wat ik bedoel. Juist. Iemand vroeg ook wat voor... Oh, hij pakt die shortcut natuurlijk. Dat vergat ik helemaal. Ja, weet je, tot zover was ik aan het opnemen. Want ik had vorige race ook gewoon gewonnen. En toen was ik hier. En toen in één keer had mijn computer echt zoiets van... Als hij dat nu nog een keer doet, dan, ja, dan word ik echt kwaad. Dan, ja, dan weet ik niet wat ik ga doen. Maar, juist. Iemand vroeg wat voor werk ik zou doen. Oh, dat gaat dan net goed. Ik werk in bij een grafisch media bedrijf. Dus ik maak reclame, drukwerk en zo. Dus dat is mijn baan. Ik heb het Graafs Lyceum gedaan, Rotterdam. Hey, waar kom jij vandaan, jongen? Kut! Dat dus. Dus dan weten jullie ook wat ik doe. Ik ben niet zo stoere vliegtuigbouwer als David. Oké, dat is ronde 1. Ronde 2 wordt voor mij vriend. Hier. In één keer heeft hij dubbele NOS turbo onder zijn motorkap, jongen. En dat zeg ik toch. Die gozer krijgt gewoon gratis. Halverwege het rondje een Porsche motor in zijn bak geduwd. En hier kan ik niet gewoon... Ik ga gewoon de hele tijd zo voor hem rijden. Ik ga hem... fucking shortcut. Oké, geen slow motion gebruiken. Want dat is hatelijk. Nou, dat is niet hatelijk. Ik beuk alles tegenaan. Hier. Oeh, dat ging net goed. En nee. Hier, wat de... Nou, kom op zeg. Dit spel, jongen. Fuck jou. Hier, ik trap mijn rem in. Ik neem het bochtje gewoon mooi. Ik loop heel de tijd voor op die auto. En nog presteert hij het om me weer dadelijk in te halen. Waar is die shortcut dan? Oh, gevonden. Dankjewel. Oh. Kap nou eens met random tegen shit aanbeuken. Hé, hey, jij moet ook niet random tegen mij. Nee, kap eens met mij af te remmen. Pisvlek. Nee, fuck jou, dan gaan we toch gemeen spelen. Zo. Bitch. Nou ben je mij, bitch. Kom maar. Ha! You can select to Marcus from Sunny. Even kijken hoor, wat is dit? These markers can include anything from bodycats, roof scoops. Nou, dat zal mijn rotzooi wezen. Performance upgrade. Ik wil zijn auto. Include jail passes, extra impound, pink slip. Ga voor die extreem rechtse. Get out of jail for free. Wat heb ik daar nou aan? Links, middelste. What the fuck? Mijn gevoel zei de middelste net, maar... Fuck! Ik wil die fucking pink slip, jongen. Dat is wel beest geweest, want... Ik zelf ook een Volkswagen heb. Mijn god. Oké. Ja, dat krijg je weer copyright muziek, dat moet je niet hebben. New cars and parts. Dat is leuk, maar ik wil... Nou, ik heb in ieder geval... de Rex for Racing Blacklist, whenever you go up against the pink slips go up for grabs, oké. Okay. Test put out the challenge, test, oké, okay, is fijn. Dan gaan we even deze auto even tunen, jongens. Ik zuig echt in het spel, maar ik wil gewoon zo'n zwaar opgefokte bak hebben, waar je gewoon als je een foutje maakt gelijk je nos in knalt. Zo. Ik wil performance, jongens. Ik wil die NOS hebben, want dat mis ik. Ik mis mijn NOS. Ik moet gewoon mijn NOS hebben. Wat is je auto zonder NOS? Totaal. Weet je, ik ga even weten. Ik vind ook zo, sommige mensen die hebben al een bodykit op een auto. Maar dan hebben ze nog hun auto gewoon verder standaard motorisch gelaten. Nou, wat heb je er dan aan, weet je? Hij moet ook wel een beetje goed klinken, waar heb je een bodykit om. In ieder geval, dat ben ik van mening dan. Dit is, nou, hij had wel echt stronthandelingen. Weet je, we gooien er gewoon alles in. En wat niet kan, wat te duur wordt, dan... wow, dat was volgens mij aardig wat geld. Tires, we blaffen er gewoon alles in. Tires kan nog niet. Waarom kunnen we... Oké, okay, nog geen bandjes eronder. Ja, joh, kijken we hoe ver we komen. Player cash remaining. We komen precies uit. Wat mooi. Zo. Kijk, nou kunnen we tenminste zeggen dat onze auto weer goed is. Bodykits kan zeker dan nog niet, hè? Nee, want die waren zo prijzig hier. 5000. Spoilers.
Nee, ik wil wel andere velgjes eronder. Gewoon omdat het kan. Want die zullen toch niet zo duur zijn. Racing, die vind ik. Of OZ, die zijn meestal ook wel mooi. Valt te doen. OZ. Ik vind OZ het mooiste altijd. In ieder geval bij veel auto's staan die velgen wel mooi. Hoe kost die? Kost 1000. Cash. Ken het. View card. Ik wel een beetje het gevoel alsof je een raceauto hebt. Juist. En nu? Kijk hoor. Oh, we hebben Nos! Nos! Lieve schat, ik heb je gemist! Ik heb je gemist, Nos! Nos! Nosie! Oh! Even kijken hoor. Oké, ik wou even die vel gezien. Oh shit. Het ziet er niet goed uit. Er staat een vlammetje daar. Zien jullie dat? Ik wel in ieder geval. Ik wou even kijken of nou in één keer waar is dat ding? Kijk, op die minimap zien jullie die flitspaal. Ik wil in één keer geflitst worden. Kan dat niet? Oh fuck. Die gaat even niet helemaal goed. Ik had hem anders verwacht. Maar ja. We rijden. Kom op. Nos erop. Zie je dat? Nos heb je nodig. Flits. Flits me. Ja? Oh, heerlijk. Als, kijk, ik heb mijn auto al gelijk laten pinstrijpen. Dat zagen jullie, hè? Zo, even wat bounty. Jump to safe house. Oké. Weet je, we kunnen wel eerst even bounty doen. Blacklist. Dankjewel. Milestone events. Poeh, wat hebben we nog meer? Get clocked, 150 km per uur. Dat zal toch niet zo moeilijk zijn. Doe even die bounty challenges een beetje. Jammer dat je daar ging. Oh, moet ik nou 150 km per uur gaan rijden? Oké. Okay. Nou, we zitten er al aan, dus het zal niet zo moeilijk zijn. Kom op. Auw. Dat was moeilijk zeg. Nee, niet echt. Hey, wat zal ik meer? Oké, nou dat zal allemaal wel, joh. Dat boeit me niet zo. Oeh, ik had bijna tegen een ding aangeknald. Ja, weet je, deze dingen moeten ook gebeuren. Die milestone events, dat is om je bounty, want het is natuurlijk most wanted. Dus je moet ook zorgen dat je naast die races ook nog... evade police with the cost to the state of 15,000 to... Okay. Evade police pursuit with a minimum of 3 infrastructure to successfully... Wat? Infractions, ja, het zal wel. Weet je, we proberen het gewoon nog even. Snel, even snel. Hallo politie. Hallo. Ja. Hoi. Juist. In ieder geval, ik heb mijn auto weer op max geüpgrade wat er kon voor mij, toch? Dus nee. Oké, we gaan even voor de hit en run. Alsjeblieft. Oké, we moeten naar de 15.000. Kunnen we daarna in één keer die races gaan rijden straks? Dus. Kijk, je moet altijd een beetje... Oh, fuck. Hallo, zag je dat? Ja, dat was... Ik ben een stuntman. Ik ben een... Oh, ik wil niet gebusterd worden. Nee. Midbuster. Komt de politie nog achter me aan? Hallo, ik ben hier. Ja, dankjewel. Ja, oké. Okay. Force jij me even off the road. Dus. Ik ben geen off-road auto, maar probeer het eens. Hallo. Dat bord vond ik niet zo mooi eigenlijk. En die paal ook niet. Hallo. Oh. Ja, ja. We moeten even schade overal. Weet je, dat telt helemaal bij die punten. Hop. Hop. Oh. Shit, man. Ik zit niet op te letten. Hop. In een run erbij. Oh, ja. Oh, oh. Waar zijn blijven jullie nou? Volgen jullie me nog? Oké, mooi. Die. Nee. Hop. Heb je ook spijkermatten trouwens in het spel? Dat ben ik even helemaal vergeten. Merken we vanzelf wel als we er overheen rijden. Kom op jongens. Kunnen niet meer politie's achter me aan? Ik wil even... Oké, milestone bounty completed. 1, 2, 3. Alles moet kapot jongen. Alles kapot. Hier, hop. Oh, jammer. Ik, hallo. Krijg ik er ook geld voor? Die. Zo, vind ik ook niet mooi. Oh. Al werkte die. Heavy traffic, wat kom mee.
Al werkte die, weet je niet nou? Die schermoosjes zoals ik hem net deed, nou, ook in de races. Dat is veel fijner geweest. Zo, donder op met die roadblocks. We gaan hierheen, jongens. Zitten we al... Jongen, we zitten nog niet aan het geld. Oh, ook niet. We gaan hierheen, jongens. Jongens! Hier ben ik! Hallo? Oh, jullie komen al? Oké, mooi. Nee! Nee! Doen we niet! 1, 2, 3, en een brandpaal. 4, 5, 6, hup, die ook mee, zo. Zijn jullie al boos, jongens? Ik ga nog wel even door, hoor. Ik weet niet hoe lang jullie nog hebben, maar... Kom op, zeg. Ik maak alles kapot hier, ook. Jongens, we gaan rondjes rijden. Hop. Hop, 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 trol de politie, jongen. Top, top, tum, da, 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 da. Ik zit elkaar te trollen. Hé, hey, jongens, jongens, hey. Wie achtervolgt wie nou? Weet jullie het nog? Ik maak jullie gek. Oké. Zullen we... Oh. Ik ben stout, jongens. Nee! Kom achter me aan, kom achter me aan, jongen. Ik doe mijn best om... Je kan me capturen, ik zweer het. Oké, jongen. Hé, weet je wat jij doet, mazzel? Ik heb mijn nos gemist. Ik ben blij dat ik hem weer heb. En dan ga ik de politie even afschudden. Zeg, je doet je best maar. Maar ik ben jou zo kwijt. Want we gaan nu hier naar rechts. Zo. En dan doen we... zo. En dan... Tadaa! Die vind ik altijd nog het beste werk, hoor. Ja, hier, die krijg je er ook nog bij. Oké, die viel door de muur heen. Nee, die hebben hem niet gespot. Donder op, joh. Ga weg! Waar zitten ze? Oh, fuck! Wat de... Donder op, jongen! Jongen, jij bent zo erg. Ga je me kapot maken. Ik dacht echt, het lukt me! Het lukt me! En ze blijven natuurlijk in deze area zoeken. Fuck. Ja. Dit is leuk allemaal, dit. Zo. Hier nog even bij, nou ben ik boos. Kom op. Jongen. We zijn... Ah. Ik ga allemaal veel te lang duren. Kom op, gas. Hoi. Nee! Mijn god, ik kan niet kapot beuken. Donderen. Mazzel. Tjoe, jongen, de één... Oh, shit. Ja. Nee, joh. Weet je, dit wordt allemaal te... Hallo. Was je nou? Ah, warm man! Even serieus. Poeh, deze aflevering wordt veel te lang zo, joh. Ah, goeie. Als niemand tegen David vertelt, iets langs. Kom op. Oh! Nou, we hebben in ieder geval alle dingen compleet. Ja. Even kijken, hoor. Voor mij hebben we alles compleet. Ik wil nou... Ik hoef dat in ieder geval niet meer te doen. Dit is toch voor die blacklist, moet je dat allemaal doen. Nou, dit hebben we helemaal compleet, dus hoeven we alleen nog al die races te rijden. Dat is voor de volgende keer dan. Weer iedereen bedankt voor het... kijken. Links voor de vorige, rechts voor de volgende. Abonneren, duimpje omhoog. En weer vragen of onderwerpen in de reacties. Wat ik er nou behandeld? Ik hoop het wel. En anders vraag ik ze gewoon nog een keer, behandel ik ze de volgende keer. Tot de volgende keer, mensen. Later.